Het is weer tijd voor Verstoppertje. Maar niet zomaar Verstoppertje. Ik ben met Sean, Julia, Marijn, die aan iemand vastzit, Lisara en Amber. En ik ga ze zoeken. Maar iedereen die zich verstopt, krijgt van mij 100 euro mee. Vervolgens heb ik 1 uur om ze te vinden. En als dat me lukt, moeten ze de 100 euro teruggeven. Maar blijven ze 1 uur uit handen, mogen ze de 100 euro houden. En verder zou ik zeggen, laten we beginnen. Nadat jij op de abonneerknop hebt geklikt. Want jezus, man, hey. Meer dan 50% van de mensen die dit kijken is nog niet geabonneerd. Wacht, laat me even kijken hoeveel het precies is. 56,3% van de mensen die mijn video's kijken is nog niet geabonneerd. Dat is echt te veel. Kom op, richting die 1 miljoen, guys. Oké, laten we beginnen. Oké, maar Steve, mag ik wel één ding vragen? Wat is jouw tactiek, zeg maar? Kan je dat wel een beetje uitleggen? Waarom zou ik mijn tactiek gaan doen? Nou, omdat ik gewoon heel zenuwachtig word van het feit dat je mij moet gaan zoeken. Ik vind het niet leuk. Ik krijg er angst van. Ja, ik ga beginnen met hier links in dit bosje te zoeken, oké? Dat wordt mijn tactiek. Oké, gewoon even naar links kijken, niet zitten. Naar rechts. Ik ga er zitten. Oké, nou jongens, iedereen heeft nu 100 euro in zijn hand. Als ik het vind, krijg ik het terug. Ja, ik heb het ook in mijn portemonnee. Ja, ook goed. Ik heb het al mijn bank. Als ik het vind, krijg ik het terug. En de tijd gaat. Oh, gaan we nu in? Oh nee! 10 minuten heb je. Holle, en dan? Ja, ik vond het. Ze zitten aan elkaar vast. We spelen Verstoppertje in het Beatrixpark in Amsterdam. En omdat het vrij groot is, moet iedereen om de 15 minuten zijn locatie naar mij sturen. Oké, links, rechts. Oké, maar ik heb dus enorme trek, want ik heb niet ontbeten. En het is nu lunchtijd. Dus wat wij eerst even gaan doen, is lunch halen. Nou, dan gaan we. Ja, maar ik kan niet rennen. Ik ook niet. Ik heb wel de meest chaotische mensen bijna een beetje uitgekozen, denk ik, voor deze video. Nou, we hebben 10 minuten wachten. We moeten elkaar niet kwijtraken, we moeten het eens zijn met elkaar. Hoe moeten we kwijtraken? Rechtdoor, we gaan. We hebben een handboei op. Doei, Sean. Ik doe mijn schoen uit. Doei. Doei. Ja, hi, mag ik een tosti Turks brood met ham en kaas? 10 minuten is ook echt niet lang. Hé, ik en Amma gaan weer dezelfde kant op, dat doen wij altijd. Oké. Dit wordt heel spinnenweb. Auw, klote takken. Dit wordt helemaal kut. Maar ik moet echt verstoppen waar hij mij niet ziet. Nee, het ruikt hier ook naar poep. Oh my god. Ik zie gewoon een rat of zo. Oh nee, het is een vogeltje. Oh, kijk, hij loopt hard. Waar gaan we even mee hardlopen? Ja, goed bezig. We zijn met z'n drieën. We gaan met z'n drieën stoppen. Maar kijk, ik heb dus een tactiek, maar ik weet niet of die werkt. En dat is dat ik gewoon zo dichtbij mogelijk ga zitten. Ik denk toch dat dit een goede tactiek is. Gewoon echt zo ver mogelijk. Hij gaat natuurlijk als eerste helemaal ver weg in het park. Ja, geweldig. Thanks. Ziet er wel goed uit. Ik wil eigenlijk echt graag in de boom. Ik kan wel in deze, denk ik. Oh, eigenlijk niet. Dat is cool. Kijk, wij zijn goed voorbereid. Wij hebben een kleedje. En een beschut. Daar kunnen we op zitten of onder. Oh my god, volgens mij liggen hier gewoon allemaal zwervers. Ik maak geen grapje. Ik moet hier weg. Oh mijn god. Ik ga gewoon hier staan. Ik hoop dat hij mij niet ziet. Oké, nog 10 seconden. En ik zat een beetje een tactiek te bedenken. Ik denk dat ik gewoon 1 voor 1 alles ga uitkammen. Een soort van in rijen, in ritsen het afwerken. Net zoals in het leger. Ik zal even een bericht sturen in de chat. Ik ga nu zoeken. Kijk, over een kwartier krijg ik de eerste locatie. Maar we gaan nu beginnen. Oké, hij gaat nu zoeken. Ik moet nu wel echt ergens gaan verstoppen. Ik kan stil staan en hij zegt ik ga nu zoeken. Ik ga nu zoeken. Ik ga even een fotootje sturen. Die boom herkent hij vast niet. Ik krijg deze foto van Marijn. Erg leuk. Laten we maar hierheen gaan. Hier gewoon achter deze boom verstoppen. Je kan best wel makkelijk hierheen kijken, maar als ik buk, dan ook weer niet. Good luck, Stefan. Ja, kijk, op dit pad ga je ze natuurlijk niet vinden, dus je moet eigenlijk overal ook gewoon de bosjes in en zo. Ja, hier moeten we eigenlijk wel even kijken. Ja, ik zit achter die speeltuin. Ik zit zeg maar waar we stonden, waar we die intro's opnamen. Ergens daar in de bosjes, dus heel dichtbij nog. Oh my god. Zie je hem? Kut, hij zit hier. Hij staat daar. Waar dan? Ja, daar. Hallo? Ik ben nu al de trap. Oh my god. Nee, ik ben helemaal niet goed in. Jij zegt wel dat het niet heel goed is. Ja, nee. Overstappen zit spin voor je. Yes! Nou, ik vind het niet leuk. Ik was al bang dat het een hele dure dag ging worden, maar dit valt mee. Ik gun het je, alsjeblieft. Hey. Nou, dat was zover de Julia camp. Je mag gewoon met me meelopen gezellig. Ik loop met je mee. Nou, leuk. Julia is gevonden.
Stefan is letterlijk 1 minuut aan het zoeken. Julia, als je dit ziet, dat is wel gewoon bijna een kunst. Maar Julia is dus gevonden. Ik heb net Julia mijn fucking plek verteld. Dus ze gaat sowieso vertellen waar ik zit. Ik denk dat ze daar ergens zijn, dus ik ga die kant op. Dat is eigenlijk ook nog een chill plek inderdaad. Gaat vies, hè? Sean? Helemaal vliegen en beesten hier. Lijkt net een soort van bos. Gat. Ja, je kan hier overal onder en achter. Ja, maar dat gaan zij toch niet doen. Die meisjes hebben allemaal... Wat? Er vlogen 2 mussen uit die bosjes. Ik dacht dat het ratten waren. Wat zit in deze man? Ik loop ook echt nu op een hele openbare plek. Ja, dat dit heel slim is. Kut is wel echt dat ik niet weet waar Steven is. Hopelijk zie ik hem gewoon op een gegeven moment van een afstandje lopen. Dat zou top zijn. Ik zit toch in een boom. Je zou nog een boom in kunnen klimmen, hè, als je hier verstopt. Stuur allemaal je locatie. Oké. Ik heb hem gestuurd. Ga ik dan weg? Ga ik nu meteen verplaatsen of ga ik hier even blijven zitten? Oké, nee, ik ga toch gewoon verplaatsen. Fuck it. Kijk, Sean stuurt je locatie. Oh mijn god, hij is letterlijk helemaal aan de andere kant. Ja, daar, die van Sean hebben we niks aan in ieder geval. Oh, Marijn is bij Sean ook in de buurt, bij de ingang. Ze zitten allemaal niet hier. Wel, Lies zit wel op 300 meter. Ja, het is ook ver daar. Oh, Amber zit helemaal in het hoekje daar zo. Ze zitten nu in ieder geval allemaal in dezelfde hoek. Ik zit op een andere plek, maar je kan vanaf hier mij heel erg makkelijk zien. Kijk die hond met dat balletje. You. Oh my god. Ik hoor hem. Nee, ik heb net niet bang. Hij loopt. Hey, Amber zou wel hier ergens kunnen zijn, man. Eerlijk is eerlijk. Ik ga nu de andere kant op lopen. Oh, dit is zo chill. Nu weet ik waar ze zijn. Dat ik hem zag. Ik heb ook een beetje dorst eigenlijk. We zien in een koffietje. Misschien ga ik nog even een koffietje halen daar. Iedereen hier ook kijkt ons aan omdat wij geboeid zitten. Boeien. Wij gaan weer helemaal terug naar voren. Dus nu moeten we even dit open stuk overleven. En dan gaan we daar achterlangs. 1, 2. Hollen. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Oké, een beetje doorstappen. We moeten namelijk die kant op. Kijk, aan die Zara. Staat hier ergens langs het water. Ga ik hier gewoon over het veld heen lopen? Ik zie een koffietje. En ik zie daar een koffiebar staan. Ik zie Sean. Oh mijn god, ik zie hem. Kut. Kut, ik zie hem. Hij zit steeds, denk ik. Hij is aan het rennen. Voor wie rent hij weg? Hij rent weg. Ik weet niet of hij mij gezien heeft. Ik ga hem wel appen. Sean zegt, Steve, ik zag je. Hij lult. Hij liegt. Hij loopt nu daar ergens achter die bosjes. Daar ergens. Ik weet niet of je het op mijn beeld ziet, maar ze lopen hier. Kijk, we komen nu langzaam in het gedeelte waar iedereen zat toen ze de locatie stuurde. We zijn in deze hoek. Ik vind deze boom sowieso wel erg mooi. Ja, ik vind hem ook wel mooi inderdaad. Ja. Als ik zou verstoppen, zou ik denk ik ergens in deze boom verstoppen. Ik niet, ouwe. Yeah! Wat wil horen! Oh, yo! Ik wist dat iemand in een boom ging zitten. Oh, yes, alright. Heel zwaar. Oké, we gaan door. Ik loop nu weer naar de koffiebar, want ik wil koffie. Kan ik jou doen? Daar, Steve. Precies daar. Kijk, letterlijk daar tussen die mensen gaan zitten. Behalve die ene keer. Zou niet eens een gek idee zijn. Want het valt niet op vanaf hier, zeg maar, weet je wel. Ja, perfect. Thanks. Oké, ik heb Steve dus de hele tijd daar aan de overkant zien staan. Die jongen die was heel dichtbij. Alleen ik zat gewoon in zijn zicht en hij was er gewoon niet. Ik ga gewoon hier zitten. Okay. Ik word waarschijnlijk te overmoedig nu, maar hij zit de hele tijd in die bosjes te kijken. Even een tentje. Aan de achterkant zie je namelijk alleen maar camouflage. Niemand gaat zien dat wij hier zitten. Niemand kan ons vinden. Oh, Marijn zegt niemand gaat ons binden. Binden met een B, maar dat is leuk. Ze zijn letterlijk aan elkaar gebonden. Ze zijn aan elkaar gebonden. Maar ze hebben waarschijnlijk gewoon een typo gemaakt. Ik zei de groep zegt niemand gaat ons binden. Ik bedoel vinden. Maar toen stuurde Marijn opnieuw een foto. Natuurlijk deze foto, ze zitten sowieso in de bosjes. Ja, natuurlijk zitten ze in de bosjes. Ja, hoeft toch niet? Zijn dit niet, zeg maar, die plant die hier zit, zijn dat niet letterlijk dat soort planten? Nee. Nee? Zijn die daar misschien, daar rechts. Ja, dat hier, langs de raden. Oké, we moeten weer onze locatie sturen. En ik denk dat ik weer dan terug ga naar waar ik net zat. Om
overal wordt het. Amersfoort locatie. Jezus, Amersfoort weer helemaal aan de andere kant. Oh nee, Marijn zit hier. Ze zit wel aan het water. Ze zitten helemaal uit elkaar. Marijn zit letterlijk helemaal aan het water daar. Jean zit in het midden. Oké, we gaan naar Marijn. Die zit dichtstbij en ik weet ongeveer waar ze zit. Maar ze gaan waarschijnlijk wel verplaatsen. Zullen we weer terug naar de eerste plek? Nee. Dat is dom. Hoezo? Nee. Dat verwacht ik niet. Oké, naar locatie 1 weer. Oké, die zijn weg. Dan kunnen we wel een beetje tempo maken. De Amber is helemaal aan de andere kant. Dat is ik niet. Ik loop wel Amber. Hey, hier is Amber. Kom. Maar hey, hij is die kant juist, hè? Waar? Ik zag hem net lopen daar al. Ja, hij liep ook langs mij. Maar ik denk echt? Dat hij nu weer zo gaat lopen. Ja, dat lopen. Denk ik wel, ja. Of hij gaat nu terug. Ik heb net de locatie van daar gezien. We kunnen ook hier tussen zitten. Ja, ik ga niet met elkaar zitten. Oké. Okay. Hier achter, hoor. 100% zitten ze hier achter. Rennen. Zijn ze. Kijk, nou. Nee, fuck! Nee! Oh, nee! Oh, nu faal ik echt! Ik zat helemaal in mijn hyperfocus! Yes. Daar gaat nog eventjes. Maar jullie eten gepland? Ja, zeker. Jouw kosten. Nou, ik baal zo. Kom, ik vond het zo lekker. Wij zaten zo goed. We hadden een kleedje zo over ons heen. En we zaten... Ja, en we hadden nog een ander dingetje. Ik moet wel gewoon door ook eigenlijk. Nee hoor, maar... nee. We helpen. Nee. We dachten, als wij jou niet zien, dan zien we ons ook niet. Dat was echt slim, hè? Ik vind dit wel een goede spot trouwens. Hier, kijk. Hier in het hoekje. Hier ga ik zitten. And I'm gonna look at my surroundings. Weer bij mijn oude boom. Oké, nu vind ik het wel spannend. Oh, misschien zo. Nee, oké, ik dacht ineens dat ik zijn stem hoorde. Maar dat was niet. Dit is top. Ik was echt bang dat het me gewoon €500 ging kosten vandaag. Kijk, Amber zit dus ergens daar aan het water waar we aan het begin liepen. Daar zat ze. Stel, ze loopt vanaf daar deze kant op, is van ons. Maar Amber is je wel goed in, man. Sean, ik weet eigenlijk niet of Sean niet goed in is. Is Sean goed of stoppen ze? Sean die heeft volgens mij geen eens een tactiek, die doet maar wat. Die rent gewoon een beetje heen en weer. Over 3 minuten moet ik hier weg. Ik denk dat hij meer daar is. Dus ik ga die kant op. Amber, are you there? Amber. Shit, ze moet zo weer die locatie sturen, dus ik kan beter weer even naar een centraal punt gaan. Ja, ze zat net hier, man. In deze bosje. We kunnen even kijken, als we er toch zijn, of ze niet verplaatst is. Ze snikt je me gewoon. Shit. Stel, ze voelt een Lissara uit. Ja, ik bedoel niet. Amber! Ja, ik denk dat ze hier weg is. Oh joh, ik dacht dat ik Jill zag lopen. Nee, het was Jill niet. Oh mijn god. Ga weer even naar het midden. En dan hoop ik dat ze in de buurt zijn van die monden. Daarna hebben we dus nog maar 5 minuten. Hoe zuur voel je als je in die laatste 5 minuten wordt gevonden? Locatie 3. Oh, nog een keer locatie. Kom op. Laat iemand in de buurt zijn. Sean is hier achter. Oh, ik zit echt heel dicht bij Sean. Komt hij meteen weg. I'm a gangster. I'm a straight up G. Oké, nu moeten we weg. Want ik heb mijn derde locatie gestuurd. Dus we moeten even ergens anders heen. Kut, ik loop nu op Amber af. Ik sta dat hij hier in het water zit. Sean! Zou het in ieder geval hier ergens buurt hebben? Oh. Nee, maatje. Amber zit hier ook. Oh mijn god, zit hier allebei. Gaat het in 100 blenden hier ergens? Amber! Ga ik nou gewoon die €100 houden? Shit! Klote. Kut zo, hè. Oh, ze waren echt allebei hier gewoon, hè. Ik dacht echt dat we er nog eentje gingen pakken. Yay! Dit was lachen. €100 verdiend. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb jou zo vaak gezien ook. Ik heb een tosti gehaald en koffie gehaald. Nee, joh. Ja, ik zei... Op een gegeven moment, jullie waren Lisa. Toen had ik je Lies gevonden. En toen zat ik aan de andere... En ik heb €300 toch verdiend. Dus op zich, prima deal. Bedankt voor het kijken.